Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Vraag uit Deventer. Vandaag gaan wij de Deventenaren vragen wat zij vinden van de leegte in de binnenstad. Ten dele is dat natuurlijk de oorzaak internet, dat winkels minder kunnen verdienen. Maar het is ook het beleid van de gemeente. De markt zo leeg is, dat is onder andere doordat de prijzen te hoog zijn en weinig faciliteiten worden geboden. Hoge huurprijzen en door de online bestellen en zo. Ja, dat is natuurlijk jammer. Ik bedoel, een heleboel mensen komen juist naar de binnenstad voor de kramen en de winkeltjes. Maar ja, ik denk dat het een tendens is die je ook niet tegenhoudt. Denkt u dat dat komt omdat de huur hoog is of dat de mensen de winkels niet meer weten te vinden? Allebei. Ik denk en dat de huur achterlijk hoog is, maar ook inderdaad, ja, het is makkelijk om online te shoppen en ja, het gemak natuurlijk, keuze, goedkoper. Nou ja, ik denk wel dat het uitmaakt, zeker met kledingwinkels en schoenenwinkels, dat het toch wat makkelijker is omdat mensen vaak al werken en druk zijn. Dat het niet altijd handig is om dan ook nog weer naar de stad te moeten. Online is natuurlijk een groot probleem voor middenstanders. Ja, eens. En bestelt u zelf ook wel eens wat online? Maakt zich er zelf ook een soort van schuldig aan? Ik ben daar zeker schuldig aan. Niet wat betreft kleding, want dat moet ik eerst passen. En bovendien, ik heb nog zoveel in de kast. Ik kan nog 30 jaar vooruit en dat haal ik niet meer. Deventer Binnenstad. Wat maakt Deventer Binnenstad nou wel echt heel erg mooi? Dat je heel snel in het centrum bent, dat alles zo historisch is en zo in de stad bent. Dus ik vind het gewoon heel fijn dat je gewoon al één met Deventer bent. Ja, het oude gebouwen. Als je in een andere stad bent, zoals in de polder, dan mis je dat gewoon. Dan denk ik echt van, nou, dit is niks. En dan denk ik, ja, dit is Deventer. Ja, daar horen eigenlijk wel dingen bij, zoals winkeltjes, maar het is toch wel die oude gebouwen. Nou, alle oude gebouwen en zo, hè. Alle winkelstraten, dat is allemaal hartstikke leuk. Nou, ik denk dat het de combinatie is van bergkwartier en de winkels die we hier hebben. Want kijk om je heen en zie waar is dat nog. Neem Apeldoorn, dat is gewoon vreselijk. Daar wil je helemaal niet gaan winkelen. Leuk dat je weer hebt gekeken naar Vraag uit Deventer. En tot de volgende keer.